Dit weekend werd de vierde editie gehouden van het TOK bij Harkstede. Het open kampioenschap van waterski- en wakeboardvereniging TSVG voor wakeskaters en wakeboarders. Deelnemers uit verschillende klassen namen het tegen elkaar op. Bij wakeboard zitten de schoenen vast aan het board. Bij wakeskate staan de deelnemers los op de plank. In wakeskate sta je los en dat is een heel vrij gevoel. Dat is heel fijn en je kunt bijvoorbeeld ook op één been erop gaan staan of op een andere plek van de plank gaan staan. Wat is moeilijker? Wakeskaten is in principe moeilijker, omdat je dus minder, je neemt je bord niet automatisch mee. Dus dan moet je ook meer op bedacht zijn dat je, dat je goed door de knieën gaat als je over obstakels gaat bijvoorbeeld. Dus dat is moeilijker. Tijdens het wakeboarden krijgt elke deelnemer 2 runs om zijn kunsten te vertonen. De moeilijkste sprongen leveren de meeste punten op. Ook kunnen de deelnemers gebruik maken van de obstakels die in het water liggen, zoals de tafel en de springschans. Proberen zoveel mogelijk verschillende tricks te doen, want daar worden ze ook op beoordeeld. Als je steeds hetzelfde trucje laat zien, ja, dat is niet leuk. En dan krijg je ook minder punten. En als je heel veel verschillende trucken laat zien, dan krijgt dat ook een hogere jurywaardering. En dat doet ie! Ja hoor! Applaus voor Beurt! De jongste categorie zijn de mini-girls. De sprongen zijn nog niet zo hoog en ver. Daarvoor is veel meer kracht nodig. Toch hadden ze genoten van de wedstrijd. Hoe lang borden jullie al? Dit is mijn derde seizoen. En jij? En dit is mijn eerste hele seizoen. Vorig jaar begonnen. Ja, volgens mij heb je wel talent, want het ging best goed. Denk het. Denk het wel. Wat maakt deze sport zo leuk? Ik vind het heel leuk dat je zeg maar over het water heen gaat en je kan heel veel leren. Het ziet er af en toe ook wel gevaarlijk uit. Ja. Dat is het soms ook wel. Ja. Al wel hard gevallen? Nee, valt wel mee. Maar je hebt wel een goede helm op en een goed pak? Ja, dat maakt het verschil wel. En is dit vandaag voor jullie een wedstrijd of ook vooral erg leuk? Het is vooral heel leuk, maar het is ook wel een wedstrijd natuurlijk. Ja. En wie is erg goed bij jullie? Ik. Ja, ik een beetje. Zij is beter? Ja, ik denk het wel. Dus, zij boort al wat langer. Nog 2 jaar, dan ben je wel net zo goed. Beter. Ja. Om de sprongen te maken is veel durf en moed nodig. Als het misgaat kun je behoorlijk geblesseerd raken. Het dragen van een helm en een zwemvest is dan ook verplicht. Ja, heel vaak is het ook heel erg veel angst. Want je weet gewoon, nou, met die sprong kan het gewoon echt heel hard tekeer gaan. Ook met de val. Maar aan de andere kant heb je ook weer zo'n kick in je lichaam dat je het gewoon doet. Dat maakt het ook zo mooi. Je voelt dat het moeilijk is. En als het dan lukt, dan is het echt een juichmoment. Ja, ik had dan vandaag ook een trucje die ik stond. En dat vond ik helemaal geweldig. Dus. De trucs en tricks hebben allemaal hun eigen naam. Voor de kenners duidelijk, maar niet altijd goed te volgen voor de leken. Ja, we hebben bijvoorbeeld de bunny hop. Dat is heel eenvoudig, gewoon het bordje eigenlijk omhoog tillen en boven het water komen. Er is de rally. Daarbij snijd je heel hard aan en dan gaan je benen achterwaarts gaan in de lucht. De tantrum en nog heel veel meer van dat soort tricks. Hoeveel tijd besteed je eraan om een nieuwe truc te leren? Het is verschillend. Er zijn mensen die pakken het heel snel op en er zijn mensen die er wat langer voor gebruiken. Maar het is maximaal wel ongeveer een dag, 2 dagen goed hard aan het werk. En dan is het echt met vallen en opstaan? Ja, en pijn. Want ja, het is wel water, maar met deze snelheid, dat voel je aan het eind van de dag wel? Ja, zeker. Ik heb dan laatst ook weer een heel erg harde klappen gemaakt. En dat merk je dan echt wel. Het kan gewoon zo oplopen dat je tanden uit je mond hebt, hersenschuddingen, iets breken. Dus dat gaat wel echt hard. Zelf ook al een keer een zware blessure opgelopen? Ja, met mijn knie. Dat mijn knieschijf uit de kom ging. En dat was geen fijn gezicht? Nee. Voor jou geen reden om te stoppen? Nee, helemaal niet.